Goedemorgen allemaal, het is 9 uur, tijd om weer live te gaan. Live sessie nummer 47. Mijn naam is Helga Tijdeman van Financieel Blij en ik neem jullie vandaag weer mee in mijn trade sessie. Voor jullie op het beeld, ik heb het beeld aangepast, dus ik hoop dat het zo beter leesbaar is voor iedereen. Maar voor jullie op het beeld heb ik de 1 uur chart van de Bitcoin. Nou, je ziet vannacht, dit was om, even kijken, op 12 uur vannacht, heeft de Bitcoin weer een spurt omhoog gemaakt. En de uren daarna is die redelijk stabiel gebleven. Ik ben benieuwd hoe dat er vandaag uit gaat zien qua meldingen. Ik zie wel dat de barometer groen is. Maar we gaan in eerste instantie even naar het logboek kijken. Logboek, 2 januari... Dus even kijken, 2 januari het logboek gestart. Tot en met 31 januari loopt dit logboek. Ik wil het gewoon per maand afwerken. Ons doel voor dit logboek is om van $285 $300 te maken. Dat houdt in dat wij 0,17% per dag bij elkaar moeten traden. Nou, dat is berekend over 7 dagen. Ik trade maar 2 dagen met dit budget, hè. Vanuit dit logboek. Dus ja, dat houdt in dat ik die 17% 7 keer moet verdelen over 2 dagen. Nou, op dit moment, hebben we afgesloten met iets verlies. Maar we staan op dit moment nog steeds 0,2% in de winst. En ons saldo is op dit moment $285,57. Gaan we even bij ons logboek kijken. Dat klopt ook, $285,57. En dan kijken we direct ook even in onze wallet of dat ook klopt, $285,57. En hebben we eigenlijk alles weer up-to-date. Kunnen we het logboek aan de kant doen. En pak ik even de scanner erbij. Nou, ik heb de scanner in beeld. Zoals je ziet, overwegend alles groen, hè, op de barometer. Zelfs de pijltjes erachter zijn groen. Dat betekent dat hij in de afgelopen uur, 4 uur en dag alleen maar aan het stijgen is geweest. Dan even kijken. Ik pak heel even dan de marktklimaat bij, zodat we dat hier ook kunnen zien. Dit is de marktklimaat van afgelopen 12 uur. Nou, je ziet ook hier dat hij hier aan het stijgen is. Het zijn gelukkig niet van die pieken en niet van die dalen. Hij is redelijk stabiel. Dus hopen dat we daar wat meldingen op krijgen. Op dit moment hebben we nog een actuele melding. Maar deze melding is van 10 voor 9. 5 minuten chart van de lever. Lever BUSD, maar ik zie hier al dat hij sinds dat de melding is geweest al 1,37% is gestegen. Nou, dat is voor mij al te veel om daar nog naar te kijken en op in te stappen. Dus dat doen we niet. Ik zet gewoon even het belletje aan en we wachten op een nieuwe melding. Ik zet de scanner even aan de kant. En ik pak gewoon mijn chat er even bij. Dus even kijken, is mijn geluid niet goed, hoor ik? Ik hoor een dubbel geluid, echo. Heb je misschien twee dingen aanstaan? Of twee keer YouTube aanstaan, daar zou het aan kunnen liggen. Ik heb hier eigenlijk niets anders aan mijn geluid, maar... Oké, geluid is goed hier. Oké. Vaak is het dan even opnieuw opstarten, dan kan het misschien wel verholpen zijn. Nou, ik begin gewoon lekker in de chat en ik heb het geluid aanstaan voor de scanner. Dus als er een melding is, krijgen we dat vanzelf te horen. Crypto Lady zegt goedemorgen. Laten we hopen dat het vanaf deze week wat lekkerder traden wordt. De duim is gezet. Nou, ik hoop het met je mee. Tweede week januari. De grote spelers gaan ook weer beginnen. Dus we hopen echt dat het volume toeneemt. En dat
ja, dat er iets beter trade-klimaat optreedt. En duim is gezet, ben ik ook al heel blij mee. Niet alleen voor ons, maar ook voor degenen die zoeken naar live traden. Als wij voldoende duimpjes hebben, positief of negatief, maakt niet uit. Maar hè, een positief duimpje is natuurlijk, hè, zo'n duimpje omhoog is wat mooier. Dan ja, doet YouTube ons eerder in de ranking naar boven halen. Kim, goedemorgen. Eindelijk weer een live sessie bijwonen. Inderdaad, we hebben je een poosje niet gezien. Ankie, goedemorgen. Kim zegt, ik ben er weer bij, dus dat komt wel goed met dat treden. Hè? De moderators zijn er ook weer bij allemaal. Dank je wel alvast. Patricia, goedemorgen. Jan-Pieter, goedemorgen. Peter, goedemorgen. Eens even kijken hoor. Dimitri Kennis, goedemorgen. Eindelijk en nog eens bij. Ook al een tijdje niet gezien. En daar had ik al op geantwoord. Met welke munt treedt Helga de laatste tijd? De laatste tijd treed ik eigenlijk alleen maar op de BUSD tijdens het live treden. Even kijken. Oh, ik heb denk ik het geluid weer uitgezet van mijn scanner. Want inmiddels zijn er wat meldingen binnengekomen. Ik ga even kijken op de Gala 1 minuut, Gala BUSD 1 minuut. En die zie ik dat zie ik direct hier 62% is gestegen in de afgelopen 24 uur. Dus dat zijn bij mij signalen dat de alarmbellen dan aangaan. Wil niet zeggen dat ik er dan niet op zal treden, maar ja, hou het wel in de gaten. Er zijn nog andere meldingen waar ik ook eerst even naar ga kijken. LDO BUSD op de 3 minuten. Dat is deze. 3 minuten, hij is hier voor het laatst bij de bovenste band geweest. Er zit redelijk wat beweging in. Het is bijna een SBN-melding, maar er niet helemaal. Dus we gaan gewoon op een stopmanier benaderen. Deze heeft ook een stijging gehad van bijna 23%. En eens even kijken wanneer dat is geweest. Dat is gisteravond om 9 uur geweest. Je ziet wel dat hij vanaf... ik zal hem even iets... Kijk, hij heeft hier een flinke stijging gemaakt. Hier is hij alweer iets naar beneden gegaan. Hier is hij weer gestegen. En hier, hij gaat wel langzaam aan naar beneden. Maar redelijk stabiel blijft hij op dit moment. Deze is voor mij wel geschikt om in te stappen. Wel een risicotrade. Dus als je meedoet, let op. Ik ga instappen voor de ask en de biedprijs voor 50% van mijn budget. Kijken of we nog inkomen. Ik ga nu niet schuiven, hè, met mijn, want ik zie dat de prijs nu wel weer wat omhoog gaat. Maar ik ga niet schuiven. Met mijn instap. Kom ik er niet in, dan kom ik er niet in. Ik hou nu deze blauwe lijn in de gaten. Als die over 50% over de helft van dit roze gebied gaat. Dan haal ik mijn instap weg. Dan wil ik er niet meer instappen. De meldingen die nu binnenkomen zijn allemaal van Gala. Ik heb nog een melding. Ik zal even kijken. Dat is vet op de 2 minuten. Ik kijk even hoe die eruit ziet. Vet BUSD op de 2 minuten. Redelijk wat beweging. Misschien wil ik hier eigenlijk wel instappen. Dan. Ja, want deze stijgt nu door. Dan haal ik deze weg. En dan stap ik in deze. Dan doe ik hetzelfde. Ladder order. Ask en biedprijs.
Dus vet BUSD op de 2 minuten. Set break even, dat doe ik altijd na instappen. Dus wat even iets vergroten. Zo. Vanaf break even lijn 0,25. Daar zet ik mijn verkooporder neer. Nog steeds voor kleine stapjes gaan. Kleine winsten. En we zijn er al uit. Haal direct ook je bijkoop weg. Nou, dit is een paar seconden trade. Het is vandaag 9 januari. Ik hoop dat jullie bij hebben kunnen houden. Vet. En dit was een stopmethode. En dit was een trade op de 2 minuten chart. Nou, bijkopen, we hebben niet eens kunnen zetten. Laat staan dat we hebben kunnen yo-yo'en. 9:11 zijn we ingestapt. Ons saldo is nu 2,85,90. En volgens mij als ik nu ook weer 9:11 inzet, zet hij geen eindtijd neer. Nee, dat klopt. Zo. 0,12% winst op ons hele portfolio. Of dit hele budget wat we hier hebben. Nou, we doen hem aan de kant. En we kijken naar een volgende trade. Cent BUSD op de 5 minuten. Een melding. Eens even kijken. Heeft wel redelijk wat beweging. Heeft ook best wel, nou, 15% ongeveer gestegen. Maar instapwaardig. Je kan eventueel wachten tot deze blauwe lijn nog verder richting of in niemandsland is. Dus even kijken. Ik wacht even deze candle nog af. Deze candle duurt nog 2 minuten en 25 seconden. En dan op de volgende candle beoordeel ik even of ik in ga stappen of dat ik nog even wacht. Je ziet ook dat deze nu verder naar beneden gaat, die blauwe lijn. Dat is de reden waarom ik zei ik wacht nog even. En je ziet ook aan de MACD. De MACD laat ik eigenlijk niet zo heel veel meetellen bij het instappen. Alleen als ik een SBM trade doe wel. Je ziet ook alleen maar donkerrode staafdiagrammen die alleen nog maar langer worden. Dus het houdt in, de prijs gaat alleen nog maar zakken. Je ziet ook deze blauwe lijn is van boven naar beneden door de rode lijn heen gegaan. Dat houdt ook in dat de prijs zakt. En wijst ook naar beneden. Je wilt dus eigenlijk zien dat die blauwe lijn van onderen door de rode lijn naar boven kruist. Dat heeft hij bijvoorbeeld hier gedaan. En dan zie je dat de prijs gaat stijgen. Dus zolang je dit ziet, weet je zeker dat de prijs nog gaat dalen. Ja, inmiddels krijg ik ook nog weer een andere melding. Daar ga ik ook even naar kijken. Sol BUSD. Op de 2 minuten. Kijk, alles is een beetje gestegen, hè? Deze ook al 21%. 2 minuten trade. Het ziet er ook goed uit. Ook alleen hier wachten even totdat de blauwe lijn wat meer richting niemands land is gegaan. Zodat je weet dat de prijs weer omhoog gaat. Met als risico dat je dus niet in de trade kan komen. Hè? Dus wat we net ook hadden. Dat als jij je order neerzet dat de prijs te hard stijgt en dat je er dus niet meer in komt.
Nou, ik zie dat je nu wel aardig richting niemandsland gaat. Ik stap in. 50% van mijn budget. Ik ben wel van de wat rappere instap. En dat kan me ook wel eens zuur komen te staan. Zodat ik net weer iets langer in een trade zit. Maar goed, dat is het risico wat ik zelf wil nemen. 0,25. Daar zetten we onze verkooporder neer. Volledig 100%. En vanaf onze laagste bijkoop meten we de afstand tot aan de MA20-lijn. Dat is 0,69. Deze afstand gebruiken we ook, 0,69. Die gebruiken we ook om een bijkoop neer te zetten. En waarom nu 0,69 en niet min 1,75 wat ik altijd doe? Omdat deze afstand korter is als 0,75. En dan gebruik ik altijd deze afstand en vind ik min 1,75 veel te ver wegstaan. Gevolg is nu waarschijnlijk wel dat we heel snel een bijkoop zullen gaan hebben. Ik ga vast een deel invullen van mijn logboek. Oh, 9 januari. En de munt is Sol. Dit is een stopmethode trade. En we zitten op de 2 minuten. En we zijn om 9:16 zijn we in de trade gegaan. Nou, we gaan zien hoe deze trade gaat aflopen. Ik was nog helemaal niet zo heel ver in mijn in de chat. Anneke Groen zegt: goedemorgen allemaal, voor de eerste keer er live bij. Welkom. Vraag: ik hoor Helga vaak zeggen dat moderators onmisbaar zijn, maar wat doen die allemaal? Nou, hou je vast, echt best wel heel veel. Tijdens het live traden zorgen zij dat als ik het ergens over heb, dat zij de juiste link plaatsen in de chat. Als ik zelf allemaal die linkjes erbij zou moeten pakken en ook nog in de chat zou moeten zetten, kost mij te veel tijd en ben ik misschien wel afgeleid van het traden. Dus zij plaatsen al die linkjes waar ik het over heb. Dat is al één taak. De tweede is, stel je voor dat het heel druk is in de trade en jullie stellen veel vragen waar ik allemaal niet aan toe kan komen in de, tijdens het live traden. Dan helpen zij met het beantwoorden van deze vragen. En dat is natuurlijk heel fijn, want kijk, je stelt een vraag en je hoopt er natuurlijk een antwoord op te krijgen. En ja, heel veel weten zij natuurlijk ook en zullen zij daarop antwoorden. Dan heb je het volgende en dat is het meest vervelende. Heel af en toe komen er wel eens trollen, zo noemen wij ze, in onze chat terecht. Dat is eigenlijk altijd wel standaard als je in een live chat zit. Het zijn mensen die altijd, ja, ik denk, aandacht tekort komen of wat dan ook. Zij plaatsen hele rare opmerkingen, rare vragen. Of misschien wel grof taalgebruik. Of type 25 keer achter elkaar. Kan je mijn naam noemen? Kan je mijn naam noemen? Nou, allemaal dat soort dingen. Zij halen al dat soort berichtjes eruit. Verwijderen ze. En als die persoon niet stopt, dan krijgt die persoon bijvoorbeeld een time-out. Maar dat kan ook wel eens gebeuren dat er een soort bordje wordt geplaatst in de chat. En dat dat bordje bijvoorbeeld allemaal rare teksten in de chat zet. Of reclameboodschappen of wat dan ook. Nou, zij zien dat ook en zij halen dat er ook uit. Nou, dat zijn ongeveer de taken van de moderators tijdens het live traden. Maar buiten het live traden om doen zij ook heel veel. Hè? Zij houden, vooral in Discord, houden zij heel veel min of meer de wacht.
Zij lezen heel veel mee in Discord, heten mensen welkom in Discord, proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden in Discord. Deden daar ook de linkjes. Als er een vraag voor mij is en ik zie het niet op tijd, dan linken ze dat naar mij door of noem maar op. Of er is een vraag wat voor de administratie is en dan gaat het vaak naar Karin. Nou, noem maar op. Moderators zijn gewoon onmisbaar. En zijn zeker niet te betalen. Je zou niet weten wat voor bedrag je daar tegenover zou moeten zetten. Zij doen dat helemaal op vrijwillige basis. Naast hun eigen treden, naast hun eigen werk, naast hun eigen baan. Sommigen werken gewoon nog fulltime. Treden daarnaast ook nog een hoop en doen dan ook nog allerlei activiteiten voor Financieel Blij. Connie heeft ook al wat daarop geantwoord. En Koenraad zegt een goede Belgisch-Vlaams-Limburgse morgen. Dus in ieder geval wat zuidelijke ochtend. Margot, goedemorgen. John, goedemorgen vanuit Polen weer. En dan hebben we onze volgende buitenlandse bezoeker, Frank uit Hongarije. Goedemorgen. Die zegt, yes, ik kan het weer zien met bril. Ja, ik heb het beeld wat vergroot, ik heb het beeld wat aangepast. Dus ik hoop dat het beter is voor jullie. En als ik het over de scanner heb, dan haal ik gewoon de scanner in beeld. Dus even zien. Ik hoop, Anneke, dat voor jou het geluid is opgelost. Diana, goedemorgen. En ik zie ook dat Connie heeft een linkje gedeeld over het logboek. Het logboek wat ik hier gebruik, dat heb ik gemaakt naar aanleiding van de Masterclass Excel. En dat zijn de Masterclass Excel, die bestaat uit twee video's. Eén video door Michael en één video door Tijmen. En deze twee video's zorgen dat ik een mooi compleet logboek heb kunnen maken. Nou, omdat die masterclass, die is in eerste instantie live gegeven, maar omdat er zoveel mensen graag gebruik willen maken van dit logboek, hebben we gezegd, we doen gewoon die beide video's. Die kan je dus ook achteraf gewoon als videocursus kopen. De link is gedeeld door Connie in de chat. En als jij op die link klikt en je bestelt die Masterclass Excel, dan heb je ook direct toegang en dan kan je dus ook zelf zo'n logboek maken. Marion, goedemorgen. Ankie, die zegt dat het geluid is hier goed. Ja, even kijken, dat is allemaal over het geluid. J-Doc, goedemorgen. Ook een tijdje niet gezien. En Anneke die zegt, het geluid is opgelost. Ik had zelf inderdaad twee keer de video aan. Nou, ze dacht, ben ik er nu toch bij, laat ik dan maar gelijk dubbel kijken. Hè? En Connie maakt nog even een opmerking over de scanner. Ik ga hem er toch nog even bij pakken. De scanner hier in beeld. Als jij nog geen gebruik hebt gemaakt van deze scanner, en je denkt, nou, dat lijkt me wel wat. Ik zou hem wel eens willen proberen. Kan je je aanmelden? De link heeft Connie ook gedeeld in de chat. Dan kan je hem 2 weken lang gratis gebruiken. Kan je hem gewoon optimaal gebruiken.
En na 2 weken kan je kiezen van wat wil je? Wil je gebruik gaan maken van deze scanner, ja of nee? Kan je kiezen tussen een basisabonnement of een advanced abonnement? En met onze link krijg je 15% korting. Nou, je kan de scanner gewoon instellen zoals jij wil. De stopmethode, de methode die ik met name gebruik tijdens het live traden, die zit standaard hierin verwerkt. Dus daar hoef je eigenlijk al helemaal niets voor in te stellen. Ja, je kan je eigen volumes kan je nog invoeren, maar voor de rest hoef je daar qua instellingen niet zo heel veel meer aan te doen. Nou, je kan hier de basismunt waar je mee wilt traden, kan je aanvinken als je zegt ik treed met de Bitcoin of ik treed met USDT, BUSD of andere munten. Kan je hier dus allemaal aanvinken. Nou, de methode waar je mee treedt, dus de stopmethode, die zit er dus gewoon standaard in. Ik treed ook met de SBM-methode. Nou, dat is een built-in strategie die je los kan bijkopen. Nou ja, je ziet ik treed op Binance, heb ik hier gekoppeld. En ik kies op dit moment voor een tijdframe van 1, 2, 3 of 5 minuten. Dat staat gewoon lekker allemaal standaard in de scanner. Je ziet inmiddels dat nu de pijltjes rood zijn geworden. Ga ik even kijken bij de marktklimaat. En je ziet inderdaad ook dat het marktklimaat nu aan het dalen is. Dus moeten we even oppassen met traden. Liefst wil je gewoon groene pijltjes, hè, dat je in een stijgende marktklimaat treedt. En is die aan het dalen, dan wil je opletten. En is die een beetje kabbelend aan het dalen, nou, dan zeg ik gewoon, hè, dat is opletten geblazen. Maar is die echt mega aan het dalen, hè, met echt een piek of een dal, dat die flink aan het glijden is, dan zeg ik, probeer zo snel mogelijk uit een trade te komen. Ik heb normaal gesproken altijd die marktklimaat, dus die lijn die je dus in mijn beeld ziet, die heb ik in een apart tabblad staan. En die heb ik zoveel mogelijk in het zicht als ik zelf aan het traden ben. Eens even kijken. Dennis, goedemorgen. Kurt, hoe gaat het met de SBM-meldingen? Ik zie ze niet vaak. Ja, ze zijn er sowieso minder vaak als stopmeldingen. Alleen inderdaad, Connie zegt ook dit weekend veel SBM-meldingen gehad en ook getraind. Ja, klopt. Ik heb van de weekend ook veel meldingen gehad. Ook een aantal SBM-trades gezet. Eens even zien. Kennen zegt ook, ja Helga, tijdje cursus gevolgd. Ik zag jou daar ook wel verschijnen. Bijleren doen we nog steeds. Hè? Ja, ik ben nog steeds aan het bijleren. Ik volg ook nog diverse cursussen. Dus het kan zijn dat je me ook wel eens ergens anders ziet, inderdaad. Ook Karen die luistert even mee in de auto. Eens even zien hoor. Yvonne, goedemorgen. Bianca, goedemorgen. Yvonne zegt ook goed begin is het halve werk. Ja, de eerste trade dat was al lekker, hè? Dus... Jan-Pieter zegt, waar heb jij jouw scanner op ingesteld? Ik krijg namelijk veel minder meldingen. Nou, dat heb ik net wat laten zien. Hè? Ik zal nog even mijn scanner erbij pakken. Ik heb dus BUSD en dan de stop en de SBM-methode. Die heb ik ingesteld. Ik doe op 4 timeframes.
1, 2, 3 en 5 minuten. Dan heb ik, even kijken hoor, hoe kan ik dat het beste even laten zien? Mijn stopmethode heb ik ingesteld op 175 BTC. Nou, als jij 150 BTC doet, is het ook goed. Ik heb hem bewust wat hoger staan, zodat ik niet continu hoef te switchen, zeg maar. Maar je mag ook 150 BTC hier hebben staan. En ik heb hem op 6 miljoen USDT staan, dus dollar. Nou, daar kan je eventueel ook nog 5 miljoen van maken. Dus, maar dan zou je in principe wat meer trades voor moeten krijgen. Eens even kijken. Ja, dat zijn eigenlijk mijn instellingen, dus niets echt heel bijzonder. Er zijn nu veel actieve meldingen. Maar we zitten nog in een trade en moeten we eerst uitkomen voordat we gebruik kunnen maken van de andere melding. Nou, we gingen lekker. We waren eigenlijk tot aan break-even punt gekomen. Nou, inmiddels gaat de prijs weer naar beneden. Benny zegt goedemorgen iedereen. En Bianca zegt beeld is veel beter zo. Even zien hoor. Koenraad zegt, kan het zijn dat de ideale tradeperiodes 's morgens tussen 6 en 9 zijn hier in België en Nederland? Dit gekoppeld aan de Aziatische markt. Ja, ik denk ook dat het heeft te maken, wat vind jij zelf het fijnste? Welke periode kan jij je het beste focussen en zit jij het lekkerste in je vel en kan je het beste geconcentreerd traden? Daar heeft het voor, nou, 80% ook mee te maken. Heel veel vinden het fijn om gewoon 's ochtends vroeg te beginnen met traden. Dan heb je dat achter de rug. Zelf vind ik dat ook fijn. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld 's avonds aan het begin van de avond, dat ik het ook best goed traden vind. Hè, dan is de Amerikaanse beurs open. Dus ja, het is een 24 uur economie. Hè? En het is natuurlijk overal is het een keer. Als jij zegt, nou, rond 's ochtends tussen 6 en 9 is het goed te traden. Maar in welk tijdsvak zit je dan? Hè, is het hier voor het Nederlands of is het Aziatische tijd of is het Amerikaanse tijd of wat dan ook. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft van wanneer ben jij goed gefocust voor het traden. Persoonlijk zeg ik, ja, 's ochtends vind ik zelf fijn omdat ik dan ook het meest gefocust kan zijn. Nou, we wachten gewoon de trade af. Ondertussen, aanstaande zaterdag, 14 januari, geeft Connie een live clinic over technische analyse. Nou, als je Connie een beetje volgt, en je volgt Connie in onze Discord-channel, en dan heb je een speciale draadje bijvoorbeeld van technische analyse, daar deelt zij al, nou, meerdere keren per dag haar technische analyse op diverse coins. Nou, zij heeft hier een cursus voor ontwikkeld, een live clinic, en die geeft ze dus aankomende zaterdag.
Er zijn nog een aantal plekjes vrij, dus je kan je daar nog voor aanmelden. Gebruik daarvoor de link die staat op financieelblij.com/technische-analyse. Inmiddels heeft ze de link ook gedeeld in de chat. Er zijn nog een paar plekjes vrij, dus wil je deze clinic nog volgen, kan je je aanmelden. Naast deze clinic heeft ze ook een videocursus ontwikkeld. Dat houdt in dat je 13 weken lang, iedere week, één chartpatroon volledig krijgt uitgelegd in één video. Nou, deze krijg je dus in je mailbox en je hebt hem achteraf, kan je hem ook zien in de Blij Academie. Maar heb je één chartpatroon die zij volledig uitlegt hoe zij dat ontdekt op de chart, hoe zij dat intekent, hoe zij dat analyseert, maar ook hoe je daarop zou kunnen traden. Nou, dit is een aparte cursus, dat is een videocursus. Maar zeg je van, nou, ik wil me echt wel verdiepen in technische analyse. Ik wil een stukje investeren in mezelf. En ik wil wat meer weten van die technische analyse. En ik wil ze allebei wel hebben. Dan kan je gebruik maken van een combi deal. En dan kan je ze allebei gaan aanschaffen. Je kan daarvoor gewoon de link gebruiken die Connie op dit moment ook deelt in de chat. financieelblij.com/technische-analyse. Investeren in jezelf en blijven leren, zeker heel erg belangrijk. Zelf doe ik dat ook nog steeds. Ik blijf elke dag nog leren. Ik investeer ook behoorlijk in mezelf. Ik volg ook nog steeds diverse cursussen. Puur omdat die hele crypto-wereld is zo'n groot uitgebreide wereld dat je eigenlijk nooit uitgeleerd bent daarin. Ik heb een bijkoop, hè? De bijkoop is gevallen. Dus ik zit nu met mijn volledig budget zit ik in de trade. Nou, wat doe ik dan als ik er volledig in zit? Ga ik mijn eerste yo-yo starten. Ik meet vanaf mijn instap of mijn bijkoop. In ieder geval 0,3 tot 0,5%. Ik hou nu vaak 0,3 aan. Dan zet ik een OCO neer. Voor 50% van het budget wat ik net heb aangekocht. Ga ik altijd even kijken waar zet ik mijn stop neer. Nou, mijn stop die zet ik op basis van deze candle. Zet ik net onder die candle zet ik hem neer. Ik schuif even mijn limit order iets hoger. Niet te kort op, maar ook niet te ver af. Restant van het budget wat ik nog heb in Sol zet ik net boven break-even lijn neer. En mijn eerste verkooporder plaats ik iets naar beneden. Nou, ik ben goed uit deze yo-yo trade gekomen. Dus het is een yo-yo trade met winst. Ik heb inmiddels nu weer budget om een nieuwe bijkoop te zetten. Nou, nu kijk ik altijd even van wat ga ik doen. He, als ik zie dat de prijs aan het stijgen is, dan wil ik nog wel eens afwachten met een bijkoop plaatsen. Zeg ik van, nou nee, ik wil toch een bijkoop plaatsen. Dan kijk ik, in eerste instantie kijk ik naar de PESAR. Kijk ik van, waar staat die PESAR? Staat die al onder break-even line? Nou, dat is in dit geval niet aan de orde. Want hier is de PESAR, hier is de break-even line. En ik ga nooit boven break-even line bijkopen. Nou, dan kan ik wachten totdat die break-even line, of deze PESAR onder de break-even line komt. Maar dan vind ik hem eigenlijk ten opzichte van mijn laatste bijkoop best nog wel hoog staan. En ik koop liever niet hier nog op deze positie nog bij. Dat doe ik liever niet. Nou, je ziet dat de prijs nu ook aan het stijgen is. Nou, als ik dan toch zeg van ik plaats wel een bijkoop, dan zet ik hem op de onderste band van de bolletje bands. Maar dan hou hem daar wel in de gaten. Als de band naar beneden gaat, schuif ik hem ook mee naar beneden. Gaat de band omhoog, schuif ik hem ook mee omhoog.
En tussendoor kan ik altijd nog een keer gaan beslissen van wil ik nu niet toch gaan bijkopen op die Pesar. Dus je houdt altijd die trade in de gaten. Patricia, ik denk dat je dit bedoelt. Dat je alleen nog maar dit ziet. En dat jij, want Patricia zegt, ik zie alleen nog maar de chart. Ik ben de balk aan de rechterkant ben ik kwijt. Nou, dat kan je dus op deze manier oplossen. Dit is altijd wel makkelijk. Dit heb je natuurlijk niet altijd nodig tijdens de trade. Wel als jij een order plaatst, ja of nee. Maar werk jij op een kleiner scherm of op een laptop of wat dan ook. Dan kan je altijd zeggen van nou ik doe even, dan heb ik mijn chart wat groter in beeld. Dus daar kan je altijd voor kiezen. Kurt vraagt hoeveel winst was haar eerste yo-yo? Was dit 0,3% of 0,13%? Ik heb dat niet goed verstaan. 0,3%. Ik zeg altijd, je eerste yo-yo zet je tussen de 0,3 en de 0,5%. En waarom niet lager? Ik zeg altijd, 0,25, daar zit mijn fee-kosten. Nu betaal ik met BUSD geen fee als je een limit order plaatst. Maar ik ga er altijd van uit dat ik fee moet betalen. Als ik eens op een ander platform trade of als ik met een andere munt trade. Dus ik zal nooit onder de 0,25% een order zetten. Als ik hem op 0,3% zet, dan heb ik altijd een klein beetje speling. En dan weet ik, als ik hier een goede yo-yo heb, dat ik er altijd winst op maak. Dus altijd tussen de 0,3 en 0,5%. Nou, inmiddels is die lijn omhoog gegaan, hè, van de bolletje mens. Dus dan doe je ook jouw bijkoop. Haal je dus ook omhoog. Ik zie dat deze precies op break-even lijn staat. Die wil ik er eigenlijk net iets boven hebben. Zo. Je ziet nu dat die Pesar onder break-even lijn is gekomen. Maar ik vind hem nog steeds te hoog staan. Dus ik laat gewoon mijn bijkoop op de onderste band staan. En heb je vragen over het traden, stel ze gerust hoor. Daar zijn deze uurtjes voor. Ik heb hem nu al heel erg uitgerekt staan. Toch komen er aardig wat meldingen binnen. Want ik zie nog steeds dat ik nu ook nog wat actieve meldingen heb. Dus ik denk dat het best lekker traden is hoor. Nou, inmiddels, hè, je ziet ook de bolletje bands, die wordt nu wel wat nauwer. Maar we gaan wel mee omhoog. Uh,
een zandstorm zich de laatste dagen vaak in hele lange trades terechtgekomen en er eigenlijk met veel verlies uit moeten stappen. Meer mensen hier last van gehad. Ik heb wel gemerkt dat mijn trades gemiddeld wat langer duurden. Maar tot nu toe ben ik eigenlijk overal nog wel met winst uitgekomen. Of ik ben eerder uitgestapt. Dan heb ik bewust een verliestrade. Maar gemiddeld duurden ze wel iets langer. Koenraad zegt, in een trade zet ik links altijd het orderboek open. Dan zie ik mijn positie staan van koop en verkoop. En hoe deze al dan niet aan de orde komen. Dat kan je dus aan deze kant openzetten. Dat is dit schuifje. En dan kan je hier je orderboek openzetten. Dat is deze. Ik doe daar totaal niets mee. Ik kijk daar helemaal niet naar. Helemaal niet. Met de stopmethode niet en met de SBM-methode niet. Ik kijk nooit in het orderboek daarvoor. Connie zegt ook, ik had vorige week 2 verliestrades en in het weekend vond ik het lekker traden. Op zaterdag weet ik niet hoe het was, want ik trade in principe nooit op de zaterdag. Misschien 1 trade in de ochtend en misschien laat in de avond nog wel eens een trade, maar overdag nooit. Dus ik weet niet hoe het op zaterdag was. Maar gisteren heb ik wel lekker kunnen traden. Je ziet nu ook dat die pesar is omgekeerd. Hè? Deze pesar, de puntjes staan boven de candles. Dat betekent een neerwaartse trend. Zo'n puntje kan nooit in een candle komen te staan. Als zo'n candle pesar puntje aanraakt of met een wick, dan verandert de trend. Dan gaat de pesar onder de candle verder. En dan kom je in een opwaartse trend. Dit kan natuurlijk ook een vals signaal zijn. Hè? Dit kan ook maar voor 1 candle zijn. En dat die dan weer gaat dalen en dat die dan weer terug gaat. Deze gaat dan niet terug, maar de volgende die zou dan wel weer bij wijze van spreken boven de candle kunnen staan. Dus je kan er niet van uitgaan dat als je dit ziet, hè, dat de pesar 1 puntje nu onder de candle zit, dat je denkt van, oh, nu zitten we weer in een opwaartse trend, nu komt het goed. Daar kan je niet altijd van uitgaan, maar je kan het wel goed in de gaten houden nu. Anke zegt ook, gisteren en zaterdag was het echt fijn traden. Zandstorm zegt, ik had woensdag en vrijdag een verliestrade van -2 en -3%. Even vervelend, maar ook weer niet het einde van de wereld. Nee, weet je, ze horen erbij, hè? En Jan-Pieter zegt, de laatste dagen 3 lange trades. Die heb ik laten overnachten. En toch met winst afgesloten. Overnachten is wel tricky. Weet goed wat je doet. Stop trades. Zoals ik het hier op deze manier trade, die laat ik nooit overnachten. SBM trades met een stoploss, dus met een OCO, dat doe ik wel. Ja, net wat Johan aangeeft, was het een stop of een SBM trade die je hebt laten overnachten. Ja. En Sandstorm zegt ook, jammer, had dit weekend niet, heb ik geen tijd gehad. En Connie zegt ook, de trades waren bij mij ook best lang. Veel SBM trades gedaan, maar daar heb je weinig werk aan. Dat klopt. Dan, als je nog geen bijkoop hebt gedaan bij een SBM trade, dan zet je gewoon een melding van als er weer een bijkoopmoment is, dan moet ik even opletten. Dus je moet altijd wel in de buurt blijven en alert.
Maar heb je uiteindelijk een bijkoop gedaan, dan zet je uiteindelijk gewoon een OCO en laat je de trade uitlopen. En je ziet wat er dan mee gebeurd is. Of het is een winst of het is een verliestrade. John zegt ook, zondag was inderdaad een mooie trade dag. 3,33% op mijn portfolio. Maar ik zit nog steeds onder mijn gemiddelde van de challenge. Dat maakt niet uit. Die 3,3% is echt wel weer lekker. Sandstorm zegt ook, overnachten doe ik niet meer. Ik slaap daardoor slecht. En dat is me niet waard. Zeker een goede keus. Ik hoor vaak hoor dat mensen dan wakker worden omdat ze onrustig slapen, omdat er nog een trade open staat. En dat is het zeker niet waard. Kwam de SBM-methode niet te koop als videocursus? Ja, die komt te koop als videocursus. Ik heb de cursus inmiddels al wel klaar. Morgen hebben we overleg hoe we hem te koop aan gaan bieden. Dus dan, ik denk dat ik dan donderdag wel de link kan delen in het live traden. Connie zegt ook, ik had ook 3 overnachtingen met een stoploss, positief afgesloten, maar er waren wel SBM trades. Ja, weet je, SBM trades, die laat je gewoon ook gewoon uitspelen. Hoef je voor de rest, als jij uiteindelijk 2 keer een bijkoop hebt gedaan, hoef je die niet meer verder te managen. Zet je een OCO en die laat jij uitspelen. En zeker met een stoploss. Ja, stoploss is echt belangrijk. Ik ben weer bijna bij een bijkoop. Conrad zegt ook, ik ben heel benieuwd naar de SBM-methode. Nou, het is gewoon een hele fijne methode die je meer rust geeft tijdens het traden. Je hoeft niet zo heel erg gefocust te zijn tijdens je trade. Als je een SBM-trade hebt gezet, dan heb je daarna gewoon wat meer rust. En zelf vind ik het fijn om bijvoorbeeld de stopmethode en de SBM-methode goed te combineren, samen te combineren. De SBM-meldingen zijn natuurlijk gewoon wat minder en je wilt dan wel vaak traden. Dus dan trade ik gewoon op een stopmethode, maar zo gauw er een SBM-melding tussendoor komt, dan heeft die voor mij echt wel de voorrang. Doe je er lang over om een nieuwe strategie te bedenken, zoals bijvoorbeeld de SBM, of hoe ga je daarmee aan het werk? Of is het een samenraapsel van verschillende strategieën van andere personen? Soms kom je tot de ontdekking of komt één binnen tot de ontdekking van hey, ik had deze lijnen aan of als ik hier en daar op let, dan gebeurt er dat en dat. Wil je eens meekijken en wil je ook eens traden op die manier? Zo gaan we eigenlijk te werk. Zo is dat ook gegaan met de SBM-methode.
En ik wil best wel wat meer vertellen over het SBM gebeuren. Alleen, vorige week heb ik best wel wat commentaar gekregen onder de video over het SBM gebeuren. Dat iemand anders deze methode heeft uitgedacht en dat ik ermee vandoor ben gegaan. En daar ga ik even heel eerlijk over zijn. SBM methode is binnen Financieel Blij bedacht. En ik noem geen namen wie of wat of hoe dan ook. Hij is gewoon binnen Financieel bedacht, Financieel Blij bedacht. We hebben met het team hebben wij hem uitgedacht, uitgewerkt, uitgediept, aangepast. Hoe dan ook, hij is ook geregistreerd op Financieel Blij. Dus het is een officiële methode van Financieel Blij. En binnen Financieel Blij is deze dus ook ontwikkeld. En dan ga je er met, eerst kijk je er met 2 mensen na, dan kijk je er met 4 mensen na. Toen hebben wij ons team wat vergroot, hebben we er ongeveer 15 tot 17 mensen bij gehaald. Die hebben we laten testen. Van waar loop je tegenaan? Klopt dit? Kan jij ook op deze manier treden? Hoeveel verlies trades, hoeveel winst trades? Moeten we dingen aanpassen? Nou, dat zijn echt wel een proces is daar wel overheen gegaan. En uiteindelijk wil je gewoon 1000 trades hebben gedaan om te kunnen testen van waar loop je tegenaan? Is dit werkelijk zo? Komt dit steeds weer terug op die manier? En zo zijn we eigenlijk te werk gegaan voor die SBM-methode. Dus er gaat best wel een tijdje overheen. Inmiddels is onze bijkoop gevallen. Zit ik weer met volledig 100% van mijn budget in deze trade. Wat doe ik dan? Ik ga weer een yo-yo trade starten. Dus vanaf die bijkoop die ik hier heb gedaan. 0,3 tot 0,5. Nou, ik doe het zelf op 0,3. Dat zit dan hier. Zet je een OCO met 50% van het budget wat je hier hebt bijgekocht. Nou, dat zet je neer. Ik ga heel even kijken waar ik dus nu mijn stop. Ik gebruik weer dezelfde candle. Dus ik zet hier mijn stop onder. Mijn limit schuif ik iets verder omhoog. Ik heb nog budget staan hier, wat ik dus nog kwijt moet. Deze onderste order haal ik dan even weg en maak ik een nieuwe order van. Zet ik iets dichter bij break-even. En dan zet ik die ook iets naar beneden. Zo. En dan laat ik het weer staan. Eens even kijken. De live dag kom ik zo even op terug. Kan je dan tegelijk verschillende trades aangaan? Je kan je bijvoorbeeld jouw portfolio kan je natuurlijk opsplitsen. Hè? Je kan zeggen van nou, ik gebruik maak er 2 bundels van. En met 1 bundel ga ik 1 trade aan. En met die andere bundel ga ik een andere trade aan. Zo kan je dat doen. Want ik ben wel een voorstander van om goed je logboek bij te houden. En als jij met 1 bundel in verschillende trades gaat, dan klopt op een gegeven moment, kan je niet meer uit je logboek komen. Dus dan zou ik zeggen, deel dan je budget op en ga dus met een bundel een trade aan. Patricia, ik heb de instellingen laten zien en de SBM meldingen of de SBM op de scanner, die staat eigenlijk vanzelf ingesteld. Dus je moet wel even kijken of je hem hebt geactiveerd, ja of nee. Maar die komen inderdaad minder binnen, want ik heb ze nu tijdens het live traden heb ik nog niet eentje van binnen gekregen. Sandstorm zegt, heb je dan ook meer winst dan 0,25 bij een SBM trade? Het ligt natuurlijk aan jouzelf. Ik ga in eerste instantie altijd voor die 0,25%. Omdat ik wil snel en kort in een trade. Dus snelle trades, korte trades,
Dus ik ga voor 0,25%. Tuurlijk zijn er momenten dat ik ook voor meer ga. Maar dan moet het wel de markt daar wel geschikt voor zijn. En ik weet bij SBM-meldingen of bij SBM-trade dat die naar een bepaald niveau vaak teruggaat. En dat ik dus wel meer uit een trade kan halen. Maar om te beginnen zeg ik altijd, ga gewoon nog steeds voor die 0,25%. Toen had iedereen zin in koffie, zie ik. Ja, dus even kijken. Ja, we gaan gewoon aan de koffie. Na de koffie kom ik even terug op onze live dag. En dan gaan we zien hoe deze trade af gaat lopen. Want ik dacht dat we uitgestopt zouden worden. Maar wie weet. 5 minuutjes houden we even koffiepauze. 9:55 zie ik jullie weer. En dan gaan we weer verder. Tot zo! Inmiddels zijn er 5 minuten voorbij. Gaan we weer verder. Nou, ik ben nog niet uitgestopt. Je ziet ook, hier, dit was het laagste punt nu. Ik ben dus niet uitgestopt. En we gaan kijken of die deze gaat halen. Als ik dan, zelf betwijfel ik het. Als ik hier naar kijk. Dan zie ik wel dat hij net hier met een piek tot aan de MA20 is gekomen. Hier is hij er net tegenaan gekomen. Hier ook net tegenaan gekomen. Maar nu moet hij er wel overheen. Dus ik ben benieuwd. Je ziet dus ook ja, dat hij langzaamaan gewoon wel naar beneden gaat. En we gaan het zien. Ik ga eens even verder in de chat. Kurt zegt ook de reden waarom, ik wist hier niks van, maar de reden waarom ik het vraag is omdat ik zelf aan het testen ben. Ja, mijn advies is van als jij zelf van overtuigd bent dat je een of andere methode aan het testen, hè, dat je achter een bepaalde methode bent gekomen of dat jij iets wil uittesten. Vraag sowieso naast jou 1 of 2 anderen die met jou mee willen testen. En daarna dat er een wat meer mensen deze methode gaan testen. Waarom? Omdat je zelf vaak blind kan staren op je eigen ontdekte methode. Vind je dat het ultieme en ga je blind staren op bepaalde punten waar een ander dan maar net tegenaan loopt. En dat zou dan misschien net iets moeten aangepast worden. Dat zou mijn advies zijn. Maar je kan ook zeggen van nou dit heb ik ontdekt en dit hou ik voor mezelf. En ik treed op die manier verder. Dat kan natuurlijk ook. Eens even zien. Iedereen had zin aan de koffie. Zelfs met een koekje erbij of een chocolaatje. Walter zegt ook altijd, ik hou ook altijd een scherm open met BTC. Ja, ik ook. Ik heb normaal gesproken altijd dit scherm, wat ik hier heb, zet ik dan even op of mijn andere scherm neer. Of ik heb hem gewoon zo als tabblad staan. Ik hou ook altijd dit in de gaten, wat ik hier zie staan. Als ik dit in één keer zie afwijken, dan denk ik, oh, even kijken wat er gebeurt bij deze munt. Of bij de dollar. Oh, ik had hem ver uitgetrokken staan. Kijk, je ziet nu ook, deze is net aan tot aan de MA20 gekomen en nu is de prijs weer aan het zakken. En je ziet dus dat hij best wel ver nu boven de MA20 is gekomen. Dus ik verwacht eigenlijk dat deze yo-yo trade wordt uitgestopt.
Ondertussen kijk ik heel even naar de marktklimaat. Ik zal hem er even bij pakken. Nou, je ziet ook dat hij hier aan het dalen is geweest. Hier gaat hij alweer iets omhoog. Ik weet niet of hij doorzet of dat hij gewoon gaat kabbelen. Je ziet wel, het gemiddelde van het afgelopen uur is nog wel steeds dalend. Hè? Is nog steeds rood. Maar hou het marktklimaat in de gaten. Nou, hij is door de MA20 heen. Dat is al een goed nieuws. Nu nog verkopen deze order. Ja, nou, weer een yo-yo trade die goed is gelukt. Hè? Dus die is verkocht. Nou, hij is nu zo aan het stijgen dat ik heel even afwacht met het plaatsen van een bijkoop. Ook hier, als je nu weer een bijkoop gaat plaatsen, heb je weer diverse opties. De Pesar. Dat is geen optie nu, want de Pesar staat inmiddels hier onder de candle. Dus dat is geen optie. Nu, voor nu, zou je twee opties hebben. Dat is een bijkoop plaatsen op de MA20. Wat wel een risico met zich meeneemt. Want stel je voor dat de prijs toch nog weer verder gaat zakken. Dan krijg je of een uitgestopte yo-yo of je hebt dan geen budget meer om bij wijze van spreken hier nog bij te kopen. Of je zet een bijkoop op de onderste band. Dus in zo'n situatie zou je kunnen zeggen op de MA20 of op de onderste band. Zelf, persoonlijk, zou ik nu kiezen voor de onderste band nog, omdat dit nog maar één candle is in dit gebied. Zou die al een tijdje in dit gebied blijven hangen, dus tussen de MA20 en de bovenste bolletje band, zou die daar al een tijdje zijn blijven hangen, dan wil ik wel op de MA20 bijkopen. Anders ga ik toch naar de onderste band om bij te kopen. Ik wacht nog even één candle af met het zetten van een bijkoop. Kijk, heb je bijvoorbeeld zo'n periode als hier, dat die best wel veel candles, zeg maar, in dit gebied heeft, dus tussen de MA20 en de bovenste band, dan zou ik mijn bijkoop op de MA20 zetten. Nou, ik laat de trade gewoon nog even zo lekker lopen. Het volgende wat ik met jullie wil delen is zaterdag 28 januari. Dan hebben we weer een live dag gepland. Deze live dag vindt plaats in Eindhoven. En wat kan je nou verwachten op zo'n live dag? Nou, we beginnen om 1 uur en van 1 tot half 2 is zeg maar inloop met koffie, thee en wat lekkers. Daarna ga ik een kleine clinic houden over plan je geld, bereik je doel. En dat heeft zowel met crypto te maken als met andere investeringen, online verdiensten of wat dan ook. Maar ook zeker hoe jij je crypto hanteert, jouw portfolio hanteert. Om zo snel mogelijk of zo goed mogelijk bij jouw doel te kunnen komen. En na die live clinic hebben we tijd voor een hapje en een drankje. En kunnen we heerlijk kletsen met elkaar, netwerken met elkaar.
Ja, al die dingen waar we eigenlijk in ons dagelijks leven tegenaan lopen, omdat we niet vaak de mensen om ons heen hebben waar we mee kunnen kletsen over crypto of noem maar op wat, kan daar lekker wel. Je kan contact opdoen, mensen die je misschien alleen nog maar online heb gesproken, kan je daar waarschijnlijk ook in het echt spreken. Dus 28 januari hebben we een live dag. Connie heeft inmiddels de link gedeeld waar je je bij kunt aanmelden. Dus het is dit jaar of deze maand is het in Eindhoven. Dus we hopen jullie daar zoveel mogelijk te zien. Ook om achter de gezichten te zien die achter al die namen zitten die wij vaak voorbij zien komen. Dus ik ben benieuwd. Nou, dit is zo'n moment dat ik niet meer besluit om een bijkoop neer te zetten. Dat doe ik pas weer als die weer zou gaan dalen in prijs. Wel zal ik nu niet bij bijvoorbeeld de computer weglopen. Zou ik weglopen bij de computer, dan plaats ik wel een bijkoop. Want dat vind ik anders te risicovol. Dus ik heb mijn risicomanagement bestaat dus eigenlijk uit of er staat een bijkoop en anders staat er een stoploss, een OCO. Dus één van die twee. Het is niet zo dat ik de trade maar zo laat lopen zonder enige vorm van risicomanagement. Want stel je voor dat ik nu even bij de computer weg zou lopen en de prijs dropt in één keer. Dan is er geen houden aan, laat ik zo zeggen. Dan heb ik niet bijgekocht. Misschien zou ik dan nog wel op een lager punt kunnen bijkopen. Maar dan duurt de trade vaak weer veel langer. Dus of ik zet een bijkoop of een OCO. Of ik blijf zoals nu. Gewoon bij de computer. Ik hou de trade in de gaten. En kan altijd nog beslissen zometeen om wel een bijkoop nog te plaatsen. Begint de hond van de buren weer. En je ziet nu ook, hè, wat ik net over de MACD vertelde. Je ziet dus nu ook dat deze blauwe lijn vanaf onderen af door die rode lijn is gekruist. En je ziet dus ook hier ook gelijk de candles veranderen van lichtrood naar groen. Dat houdt dus in dat de prijs aan het stijgen is. Je ziet dat je hier, dat de prijs hier heel lang op dit niveau is geweest. Hier ook zie je elke keer al die candles hier stoppen. Die bodies of dat er net een wikje doorheen is. Nou, je ziet dat hier nu ook gebeuren. Dus je weet dat hier bijvoorbeeld een soort level zit waar die prijs doorheen moet. Je ziet het hier ook even gebeuren. Hè, dat de bodies er net of doorheen gaan of hier er tegenaan komen. Nou, ik weet zeker als je verder terug gaat in de chart, dat je dat ook tegen gaat komen. Hier ook komen er net weer tegenaan de bodies of de wikjes. En dat is een soort level waar dan de prijs doorheen moet. En daar hebben ze vaak wat moeite mee. Hè, dan gaat de prijs vaak of even heen en weer stoten tegenaan, totdat hij er echt doorheen gaat. En dan is de kans groot dat de prijs wel weer verder stijgt. Maar je kan het wel door zo'n level heen willen kijken, zeg maar.
Want nu ook, hè, de prijs gaat dus nu weer naar beneden. Precies gestopt op dit niveau. En je wacht nu gewoon op het moment dat hij hier niet met een wick doorheen gaat, maar dat ook echt de body door dit niveau heen gaat. We wachten nu allemaal op dat moment. Maar je ziet hier wel bij de stochastic dat die blauwe lijn weer net weer richting niemandsland gaat. Hier, dus dat neemt weer af. Hier zie je ook dat er naar een lichtgroene candle gaat. Ja, de candle is nog niet af, dus die laatste die wisselt nog steeds. Koenraad zegt, zo kan je dus toch in een hele lange trade terechtkomen. Ja, maar wat ik dus doe, ik ben hier ingestapt. En ik kijk dan 30 candles verder. En daar beslis ik wat ik ga doen. Dus voor mij is dat op dit punt, even kijken. Oh, dat is dus al geweest, was op dit punt. Ik ga hier ook gewoon mee door, maar... Ik zal even een lijn neerzetten. Dit was mijn 30ste candle. Daar beslis ik op van, ga ik door in deze trade of stap ik uit, stop ik. Dan is het wel een verliestrade, maar dan zit ik er maar 30 candles in. Dan heb ik mijn budget weer terug en kan ik in een volgende trade stappen. Helemaal als er voldoende meldingen zijn. Dan doe ik dat zeker. Nu, hè, op dit punt, zou ik hebben besloten om gewoon door te gaan. Want ik zie wel vooruitgang in deze trade. Zou deze trade heel lang gewoon zijwaarts blijven gaan? Zou die gewoon hier zijwaarts blijven hangen, zeg maar? Nu zien we dus dat die body door die lijn is gegaan. En je ziet dus ook direct dat die dus nu ook verder omhoog schiet. Maar... ik zou dus op dit punt, zou ik zeggen, 30 candles later, dat is dus hier, ga ik dus weer een lijn zetten. Dat is hier, zet ik weer een lijn. Nou, inmiddels is onze eerste verkoop gehit. Ik heb hier besloten om in de trade te blijven zitten. Dan blijf ik net zo lang in de trade tot ik bij deze volgende lijn ben. En aan deze lijn ga ik weer beslissen, stap ik uit of ga ik door. Patricia vraagt, is er een filmpje waarin je stap voor stap een instap kan volgen voor stop? Patricia, jij hebt de toegang tot de geld verdienen met crypto videocursus. Daar staat het stap voor stap in. En anders, er staan genoeg filmpjes op YouTube, op ons kanaal, waar ik ook stap voor stap dat uitleg. Kurt vraagt, wat doe je met je hoofdportfolio? Deel je dit op in meerdere stukken om meerdere trades tegelijk te doen? Of doe je maar één trade tegelijk? Ja, ik heb mijn portfolio opgedeeld in BUSD, BTC, USDT en BUSD. Heel eerlijk, daar heb ik er 2 van. Dus in principe heb ik 4 in 4 delen mijn tradeportfolio opgedeeld. Dus ik kan in 4 trades tegelijk stappen.
Margot die zegt, ik heb inmiddels ondertussen een positieve trade afgesloten op LDO USDT met het logboek invullen. Kom dit op 27% uit? Het zal wel 0,27 zijn, want anders zou het helemaal top zijn. Want wat niet kan, maar bij de Sol BUSD die ik meedoe, kom ik waarschijnlijk tekort. Ja, daar kan ik op dit moment zo niet over zeggen, iets over zeggen, want ik zie het natuurlijk niet. En misschien heb je net iets geschoven met je budget. Gaat die 0,27%, is dat van de trade of is dat op jouw volledig portfolio? Met hoeveel procent zat je in de trade? Dat zijn allemaal van die dingen die dan meespelen. Nou, inmiddels zijn we uit de trade. Ik haal even deze lijnen weg. Want anders denk ik de volgende keer, hey, wat doen die lijnen daar? Ik pak mijn logboek erbij. We zijn klaar met deze trade om 10:26. En ons eindsaldo van deze trade is 287,01. We hebben bijgekocht in deze trade en we zijn gaan jojoen in deze trade. En deze trade heeft ons 0,39% opgeleverd op ons hele portfolio. Nu zie je hier bovenaan bij netto PNL 0,11% staan. Dan zou je denken, ja, oh, ik heb maar 0,11% gehaald op deze trade. Maar dat is niet zo, want ik heb hier natuurlijk die yo-yo trades tussendoor gedaan, waar ik continu winst op heb behaald. Dus die telt die eigenlijk bij elkaar op. Ik ben op dit niveau ben ik uit de trade gestapt, maar ik had waarschijnlijk ook hier uit de trade kunnen stappen. Of hier. Oh nee, ik ben op dit niveau eruit. Maar hetzelfde geld was ik bijvoorbeeld wel op dit niveau, hè, waar die bleef steken. Als ik daar misschien was uitgestapt uit de trade, had ik ook waarschijnlijk winst behaald op deze trade. Alleen de netto PNL had dan aangegeven dat het een verliestrade was geworden. Maar door het hebben van die yo-yo trades is dit uiteindelijk 0,39% op mijn volledige portfolio. En op deze trade is dat dus $1,11 in totaal. Dit was de laatste trade in deze sessie. Ik stap nu niet in een nieuwe trade. Nou, ik ga kijken. We hebben in totaal nu 0,5% bij elkaar getraden. Nou, dat in anderhalf uur ben ik best blij mee. We lopen nu iets achter op ons budget. Want volgens ons budget, even kijken. Waarom staat dat bij de achtste? Het is vandaag toch de 9e. Dus even kijken. Oh ja, hier het staat bij nummer 8. Hij staat al bij de 9e. Ons doelsaldo van vandaag zou 288,93 moeten zijn. Om precies in de pas te blijven lopen om uiteindelijk eind deze maand $300 te hebben. Nou, daar zitten we iets onder. We zitten op $287,01. Dus we lopen heel iets achter. Maar wie weet halen we dat de volgende keer wel in. Ik maak me daar niet zorgen om. En halen we het niet, dan halen we het niet. Maar het is altijd wel een mooi richtlijn. Dit vind ik altijd wel. Ik laat me hier niet door leiden. De bedragen die hier staan. Maar ik vind het wel mooi om te zien van. Je hebt een beetje een richtlijn van. Waar zou ik ongeveer vandaag moeten zijn om uiteindelijk wel mijn doel te kunnen halen. We zijn nu bezig met een challenge. Verdubbel je account in 2 maanden. Met de SBM-methode en met de stopmethode gecombineerd. En dan kan je dus ook kijken van, lig ik wel een beetje in de pas, zeg maar. Kijken we naar het dashboard. Nou, die paarse lijn is onze doellijn.
als wij die Pasenlijn zouden volgen, dan zouden we uiteindelijk goed in de pas lopen. Nou, je ziet dus, hier lagen we er ietsjes aan de bovenkant. Hier liggen we er net iets onder. Oké. Maar ik ben er blij mee, zoals het tot nu toe is gegaan. Vandaag 0,5% op ons hele portfolio, hè? Op ons heel trade budget. Ik ben er blij mee. Dus even kijken. Zijn er nog vragen in de trade of in de chat? Zo niet, dan gaan we afsluiten. Dus even zien hoor. Dat heb ik gezegd, dat delen we op. Even kijken. Sandstorm vraagt, gebruiken jullie subaccounts of heb je gewoon een beetje USDT en BUSD bijvoorbeeld? Nee, ik gebruik subaccounts. En het opdelen van mijn portfolio heb ik dus ook in aparte subaccounts gedaan. Margot zegt, ik heb deze trade met jou meegedaan. Ik sta nu op min 24,67%. Dus ergens heb ik iets fout gedaan. Ik ga even onderzoeken. Heb jij de break-even lijn wel op de juiste staan? Stel je voor, mijn break-even. Ik doe hier even set break-even. Dan staat in één keer mijn break-even lijn op deze positie. Maar je ziet dus nu niet waar ik ben ingestapt. Even kijken. Kijk, nu sta ik bijvoorbeeld netto PNL op min 1,41. Omdat ik de set break-even lijn heb geactiveerd net voor deze bijkoop. Maar alles wat hiervoor is gebeurd, dat heeft hij nu niet meegerekend. Dus je moet, als jij instapt in een trade, doe jij set break even. En daarna doe je niet meer set break even. Daarna blijf je ervan af. Dan, nu neemt hij alles mee wat ik heb gedaan in deze trade. Dus ik ben hier ingestapt. Ik heb hier bijgekocht. Ik heb hier verkocht. Ik heb hier weer bijgekocht. Ik heb hier weer verkocht. En uiteindelijk hier verkocht en daar verkocht. Dus daar zou het eventueel mee te maken hebben gehad. En ook als jij al eerder in deze trade hebt gezeten, dat hij misschien voorgaande trades ook mee heeft genomen. Dus dat je even kijkt dat je op de juiste plek set break-even hebt gedaan. Dat is iets wat ik denk waar het eventueel aan zou kunnen liggen. Connie zegt ook eventueel een fout in je logboek bij de percentages. Maarten van Urk zegt ook, het is een moeilijke markt qua sentiment. Ja, maar echt traden leer je in deze markt. En Connie zegt, waardeer je de content, geef dan snel nog even een duimpje. Koenraad zegt ook, dank je. Terug heel leerrijk, fijne dag. Margot zegt ook, subaccount is ook beter, maar tot nu toe nog geen succes gehad met aanvragen. Aanhouder wint. Gewoon echt doorgaan met aanvragen. Is echt een willekeur in het toewijzen van subaccounts. Dus ik zou zeggen, heb je het nog niet, blijf gewoon aanvragen. Oh, Crypto Lady was wel in gala gestapt, maar is gelukkig met winst afgesloten. Oh, gelukkig. Ja. Nou,
Je ziet ook dat hij nog aardig aan het doorstijgen is. Dit zijn altijd dingen die ik niet wil weten. Dus als ik uit de trade ben, doe ik altijd zo snel mogelijk dit. Trade afsluiten, kan je er ook niet aan ergeren. Dat scheelt weer een hele hoop voor je emoties. Hou goed je logboek bij. Wees zo uitgebreid mogelijk in je logboek. En mijn tip is, hou naast je logboek ook nog een journal bij. Dus eigenlijk een dagboek bij. Schrijf over je trade. Schrijf over je trade sessies. Schrijf over hoe je er zelf bij zit. Hoe de trade is gegaan. Op welke manier het is gedaan. Zoals nu ook heb je meegedaan tijdens het live traden. Noteer dat ook in je trade journal. En dat helpt je echt een beter trader te worden. Nou, daar wou ik mee afsluiten. Denk nog even aan de live clinic van volgende week. Technische analyse kan je nog voorop geven. Of de live dag van de 28e. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Doe het dan even. Klik op het belletje. Je krijgt altijd een signaal als er een nieuwe video online is. En ik zie jullie donderdagavond om 7 uur weer. Bedankt en tot donderdag.